kijken naar weer een nieuw Veulennieuws. Vandaag op deze mooie dag mag ik jullie vertellen dat we weer een nieuw Veulen hebben. Dat hebben jullie vast al gezien op de Facebook of op de Instagram. Vandaag ga ik jullie ook vertellen wanneer het Veulen geboren is en hoe laat. Het Veulen dat is geboren is het Veulen van Nekra. Hij heeft nog geen naam, het is een hengstje. Hij is geboren op 13 april om 11:45 s'nachts. We gaan nu eventjes kijken hoe het gaat met Nekra en haar Veulen. We zijn hier in de stal gekomen om Nekra zelf te interviewen hoe het eigenlijk ging en wat zij ervan vindt dat zij nu eigenlijk een veulentje heeft gekregen. Ik ga even kijken of ze er iets over wil vertellen. Nou Nekra, wat vond jij ervan om een veulen te krijgen? En duurde het lang? Nou, Nekra, zeg dat het goed is gegaan, denk ik. We zijn hier nu met Anja, die heeft de bevalling van Nekra meegemaakt, dus daar ga ik een paar vragen aan stellen. Hoe is de bevalling eigenlijk gegaan? Heel vlot, zoals ze zelf al zei. Natuurlijk. En hoe gaat zo'n bevalling eigenlijk? Dat gaat heel vlot. Eerst zie je niks aan zo'n paard, alleen de pegels aan het spelen. En als die er zijn, weet je dat de bevalling binnen 24 uur gebeurt. En dat is de zaak om de merrie in de gaten te houden. En je ziet heel weinig totdat de pootjes van het veulen uit de merrie komen. Oké, en ik hoorde eigenlijk dat dit ook een paardenmelkerij is. En hoe gaat dat dan? Doe je dat ook zelf? Het veulen zorgt voor afname van de melk. En als het veulen een maand oud is, dan gaan wij ook de paarden melken. Dat doen we met de machine. Net zoals je koeien melkt, maar dan paarden. Oké, nou, bedankt voor dit interview en ik hoop dat, dat we nog heel veel veulens kunnen bekijken. Daar hoop ik ook. Inmiddels zijn de merries met hun veulen in de wei gezet. We staan hier samen met Fabian, die een aantal vragen van mij gaat beantwoorden. Fabian werkt hier op de camping en paardenmelkerij. Wauw. Fabian, wat weet je het zelf nou dat er zoveel veuletjes zijn geboren? Ik vind het heel erg leuk dat er al zoveel veuletjes zijn. En werk jij ook veel met de veuletjes? Veel niet, maar ik zie ze wel elke dag. Het nieuwe veuletje dat geboren is, weet je ook een beetje hoe die is? Ja, hij is heel sociaal en erg nieuwsgierig. Hij vindt het leuk om een beetje mensen te ontdekken. Oké, nou dat is zo zeker fijn.